Ik pakte een paar nachten later het vliegtuig en ik stond er en ik was nog niet geland. Of elk medium dat in Nederland dat wij kennen had zich gemeld. En heel veel mensen hadden geen zin in verslag, maar wilden alleen maar weten hoe het voelt om daar te zijn. En ik besefte op dat moment dat het mensen niet altijd gaat om een diepere laag in de discussie, maar vooral om een foto met de Berkhout-politie daar met mij daarop. En ik zag daar geen meerwaarde in. Dus ik bevond me eigenlijk in een soort, wat ik zeg, een rollercoaster waarin je eigenlijk de media ook nodig hebt om een extra laag in de discussie te geven, maar dat niet, daartoe niet altijd de kans krijgt, omdat je steeds moet verdedigen over dingen die op dat moment helemaal niets te maken hebben met die politieke situatie. Nee, maar wat er...